was bijna vergeten dat we die nog op moesten halen. Ik wil gewoon even zitten. Een ontplofte bende. Het is niet te doen. Hallo slag. Kleikoekjes? Ja. Oké, dat wordt weer lekker organiseren. Dit is echt een dag. Pizza party. Heel fijn verjaardagscadeau gekregen. Welkom bij Vlogmas dag 7. Ik zit op dit moment even met Elias in de auto. We staan voor de deur van de supermarkten, want Ismael en Elias hadden hun schoentje hier gezet. En ik was bijna vergeten dat we die nog op moesten halen. Maar het kan tot vandaag. Nou, top. Dus die gaan we even ophalen. Ik heb verder volgens mij niet echt wat nodig van de supermarkt. Maar kijk even op mijn boodschappenlijstje. Die heb ik altijd in mijn telefoon staan. Ja, en ik merk wel, ik moet vandaag even orde scheppen in de tent. Want het is een beetje chaotisch. De dag begon chaotisch. Ik was wat later wakker. Nou, Ismael en Elias zijn gewoon allebei niet helemaal fit. Maar vandaag komt Sinterklaas op school. En nou, ik was Ismael zijn pietenpakje vergeten. Dus die neem ik straks dan mee voor hem. Dan kan hij die nog even aantrekken. Maar echt zo'n dag dat je heel de tijd het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt. Aantrekken? En het is pas 8:45. Dus laten we er verder iets goeds van maken. We gaan de schoentjes ophalen, Elias. En ja. Dan leg ik Elias thuis even op de bank neer. Want die is ook flink aan het hoesten. Ja. En nou ja, dan ga ik even een beetje opruimen, rommelen. En dan komt het goed. Nou, het is gelukt. Inmiddels is het alweer 8:45 bijna. Dus we gaan gauw naar huis. Ik heb een paar kleine boodschapjes gehaald. Even thuis brengen. En dan gaan we alweer naar Ismael. Ik moet die pietenpak niet vergeten. Ik wil gewoon even zitten. Maar als we straks thuis zijn, mijn moeder komt straks. Straks na het Sinterklaas gebeuren thuis zijn. Dan ga ik even zitten en wat drinken. Elias is nog even zijn boterham aan het eten van vanochtend. Die had hij niet op. Maar goed, hij is ook niet helemaal lekker. Oh, even zo. Hij is ook niet helemaal lekker, dus ik snap het ook wel. Maar ik moet even zen of zo hebben. En wat ik vaak heerlijk vind, is dus om dan een wierookje aan te steken.
dat ga ik even doen. Lekker hier in de hal als je binnenkomt. Ik heb hier een plantenpotje staan. En daar doe ik het vaak in de laatste tijd. Want daar zit geen plant meer in. Maar wel aarde. Dus dan brand ik hem daarin. Terwijl ik gewoon... Ik heb gewoon een houder. Maar nou ja. Dit is dus de eucalyptus. Ik ga hem even aansteken. Ja, ik steek even het wierookje aan. Ja? Ja. Deze kan weer dicht. Oh, pas op jongen. Kijk, hier zet ik hem dan dus in. Even kijken hoor. Wacht hoor, even eerst aansteken. Oh, even een lekker luchtje in huis. Daar heb ik behoefte aan. Zo fijn af en toe, zo'n wierookje. En nou gaan we blazen. Nog een keer. Ja. Goed zo. Nou, die is trouwens ook kapot, zie ik. Ja, die is ook dit kapot. Dit moet ook weg. Oh, dat ruikt gelijk lekker, hè, Elias? Ja. Heerlijk. Heerlijk. Ik ga even Ismael zijn pietenpak pakken. Pietenpak. Ga je dan alleen Ismael ophalen? Nee, joh. Je gaat toch samen even kijken bij Sinterklaas? Oh ja. Die komt naar school, hè? En ik kom ook naar school, hoor. Ja, we gaan eventjes kijken. Ja. Zo. Oké. De huiskamer is echt een ontplofte bende. Het is niet te doen. Maar het komt gewoon. Ja, nou eet je broodje nog even op, dan gaan we. Ja, en mag je dan een snoepje meenemen? Ja, dan mag je er wel eentje mee. Als jij een broodje op hebt. Ik wil de Hé, laat eens zien wat er in je schoen zat. Kom, laat het eens zien. Wat had je in je schoen? Dit. Laat eens kijken. Oh, kijk eens even. Lekker kruidnootjes, schuimpjes, snoepjes. Oh, lekker hoor. En een chocolademuntje zie ik. Ja. Nou, goed verwend hoor. En ook hagelslag. Ja, dat zijn snoepjes met een soort hagelslag. Deze. Tumtum. Ah, jongen toch. Maar goed, zoals je ziet, is dit de status. De bank, alles. De tafel staat vol. Nou ja, ik moet er gewoon... Ik weet ook dat dit snel weer opgeruimd is. Ja, goed zo. Ik weet ook dat dit snel weer opgeruimd is, maar... Oh. En wie ligt daar lekker op de verwarming? Is ie. Maar het komt dus. Zondag zijn we natuurlijk de hele dag weg geweest. En toen ging ik al een beetje chaotisch weg, want het was toen hier al best wel, nou ja, niet helemaal opgeruimd, zeg maar. En... Oh, het is ook zulk goor weer. Het regent nou. Gisteravond was er nog sneeuw en nou is het van die vieze, koude motregen. Maar goed, zondag kwamen we dus 's avonds thuis met al... Het speelgoed van Sinterklaas gekregen. Dat ligt hier all over the place. En er lag ook nog speelgoed waar ze al mee hadden gespeeld natuurlijk. Pyjama slingeren rond, kleden, sokken, weet ik veel. En gisteren heb ik natuurlijk de hele dag gewerkt. Dus daar had ik ook geen tijd voor. Dus vandaag is het even tijd om een beetje orde te scheppen hier. Mama, kunnen we de kleine koekjes eten? Kleikoekjes? Ja. Nee, die kan je niet eten. Koekjes van klei kan je niet eten. Nou, wij gaan er vandoor. Jij hebt bijna je brood op, zie ik. Wil je dan zo'n schuimpje kiezen straks om mee te nemen? Hiervan? Ja. Ik versta je niet, lieverd. Je hebt je hele mond vol met brood. Maar we moeten wel echt gaan, want ik wil niet te laat komen voor Ismael. Dat vind ik niet leuk. Dus ik pak zijn pietenpak... Wil jij ook nog een pietenmuts op? Mm-hmm. Nee? Niet? Uh-uh. Oké, okay, dan neem ik hem alleen mee voor Ismael. Ja. Nou echt, en ik dacht dat al van tevoren. Ik had beter niet kunnen gaan, want Ismael was helemaal over de zeik. En dit was een keer eerder ook al, dat er iets was. En toen ging ik ook kijken met Elias en... Ja, het is voor hem dan ook verwarrend, want hij denkt dan, ik word opgehaald.
Dus, en hij vond het volgens mij ook best wel spannend hoor, met Sinterklaas en weet ik het wat. Dus ja, dat was niet leuk. Ik barstte zelf ook bijna in tranen uit. Omdat ik het gewoon heel, ja, ik vind het gewoon niet fijn om hem zo te zien. Maar ik heb het even weggeslikt. Mama, weet je het opdrukken? Ja, dan gaan we zo opdrukken. Maar eigenlijk was deze ochtend too much. Elias was ook helemaal over de zeik. Want die wou ook dat Ismael meeging. Die zei, ik wil niet dat Ismael hier blijft. En die raakte ook helemaal overstuur. En nou ja, we zitten nu even hier. Heel even bijkomen. Elias lekker joggingbroekje aan. Hè? Ja. En onder het Paw Patrol kleed. Nou. Ja, want ik ben verkouden. Ja, je bent verkouden, hè, lieverd. Ach. We gaan helemaal niks meer doen vandaag. In ieder geval, jij gaat helemaal niks meer doen vandaag. Hè? Maar ik maar wel. Ik moet echt even bijkomen. Ja, ik wil ook. Lust je dat, Elias? Koffie? Nee. Ja, mag koffie niet. Voor Elias. Ja, het uit, hoor, oma. Geeft dat niet uit? Wat nee. Is dat? Papa, bye. Oma, pak het dan even. Nee, die is van mij, dus die ga ik. Elias. Ik wil met oma helpen. Ja, wat ga je doen dan? Ik ga de Lego erin doen. Oh. Mijn moeder maakt even met Elias de Lego schoon. Of in ieder geval een deel van de Lego. Er staat ook nog een deel bij mijn ouders. Maar ik ga even de vlog af. Ik ga even de vlog af editen die vanmiddag online komt. En daarna, ja, weet ik niet of ik nog de vlog kan editen die morgen online komt. Maar dat gaan we zien. Want op een gegeven moment is het ook weer tijd. Over een half uur zie ik om Ismael van school te halen. Dus we moeten even kijken hoe het allemaal loopt. In ieder geval ga ik nu even deze vlog afmaken. Want dan geeft het weer rust. Oké, dat wordt weer lekker organiseren. En dit is ongeveer de helft van wat er is. Ik denk nog een derde trouwens. Er is nog veel meer. Gelukkig heb ik die bakken van de IKEA, want ja, dit moet wel in een bak. Kijk hier een kleddenboel. Kijk, deze is. Ga jij kijken? Nee, deze is. En jij maakt dus wel de politieauto. Ja. Die vallen. Ik moet nog heel even gauw naar een afspraak. En mijn moeder blijft dan even met de jongens. Maar ik ben zo weer terug. En dan komt Nina straks. Die komt vanmiddag gezellig met Seppe. Dus dat is ook wel heel leuk. Wow, het is zo donker vandaag. Niet te geloven. Dit is echt een dag. Ik weet niet wat het is. Het hangt denk ik in de lucht. Maar ik ben mezelf zo voorbij aan het rennen. Ik verlang zeg maar echt naar het moment vanavond dat ik onder de douche sta. Ik heb het ook zo koud de hele dag. Verwarming aan, dikke truien aan, sjaal om in huis. Maar ik heb het gewoon super, super koud. Maar ja, het is op zich wel een leuke dag of zo. Maar ik weet niet, soms heb je gewoon zo'n dag dat alles, ja, ik weet niet, in een soort vliegensvlucht tempo moet gebeuren en dit en dat. En nou ja, je hebt het soms. Laat me even weten of je het herkent. Ik heb het niet heel vaak. Vroeger had ik dat vaker. Of nou ja, vroeger, niet eens heel lang geleden, had ik vaker zo'n opgejaagd gevoel. Maar dan legde ik mezelf ook heel veel op.
En soms heb je gewoon ineens een dag waarin er ook heel veel moet. Terwijl ik eigenlijk heel erg behoefte had aan ja, chill, rustdag. Maar het zit er even niet in. Ik hoop morgen. Ik ga nu gauw naar de afspraak. En dan ga ik weer lekker naar huis. Niet springen. Niet springen, Puk. Doe ze aan. Slapen, hè? Mama, het sneeuw! Wauw! Mama, sneeuw! Oh, wat is dat? Nu doe ik het. Ja, hou maar vast. Ik was die dus helemaal vergeten te laten zien. Maar ik heb deze laatst ook nog bij de Extra gekocht. Was een andere keer trouwens. Mag ik hem heel even laten zien? En dat is echt een dikke tip, maar ze hebben superveel van deze. Ze hebben dus superveel van die kerstdingetjes. Hoe schattig is dit? Maar moet je hem vasthouden? Kijk, als je hem ingedrukt hebt. Inmiddels is dit de situatie weer hier. En mama, waar is Ryder? Ik moet nog even dit in een bak doen. Ik ga het voor nu even in deze doen. Maar het lijkt mij dus heerlijk om binnenkort dit op kleur uit te gaan zoeken. Ja, ik heb daar gewoon zin in. Dat zou je haast niet geloven. Maar ja, dat lijkt me een leuk project. Hoe kan je dit nou doen? Maar ik ga het voor nu even in de bak gooien. Want zometeen komen Nina en Seppe en dan ligt hier alles vol. Dus dat gaan we even fixen. We kunnen feest vieren. Yeah! Pizza party! Is dat dan die Spaan of pepperoni? Of wat was dat? Het ziet eruit als iets heel anders, vind ik. Maar ja. Kijk mama, inderdaad. Ik heb zoiets. Ja? Iets kan scherp zijn, laat het zien. Jong! En weer terug. Jong! Mama! Gaan we naar mama rennen? Kom, 1, 2, go! Joehoe! Rennen. Het was zo leuk en gezellig met Nina en Seppe. Hé jongens? En we hebben heel lekker gegeten. Echt lekker pizza, lekker chill. Ik had de hele dag al zin in dat moment ook. Dat ik gewoon lekker met Nina kon zitten en lekker chill. Nou, ik ben er helemaal van bijgekomen. Nu ga ik even lekker douchen. En de woonkamer is wel echt ontploft. Dus ik kijk even of ik het straks nog ga opruimen. Ik denk het eigenlijk wel, want ik heb geen zin om morgen in die zooi beneden te komen. Maar ik weet niet of ik er nog energie voor heb. Dit is echt een beetje mijn dagelijkse standpunt, hè, in de badkamer hier. Zo. Dat ik ook die oorbellen weer uit doe. Het is echt elke keer een terugkerend beeld, merk ik. Maar ja, ik doe het ook elke dag. Dus, en het zijn toch echt dagelijks vlogs. Ik ga even douchen. Jongens zitten in bad. Ik krijg een duimpje omhoog. En ik heb alvast een heel, heel fijn verjaardagscadeau gekregen. Die ga ik jullie morgen even laten zien, denk ik. Of straks, want ik ga hem straks wel gebruiken. Heel blij mee. Ik ben zaterdag jarig. Dus, en Nina die gaat weg voor een paar dagen naar het buitenland. Dus die kan er helaas niet zijn op mijn verjaardag. Maar daarom was ze er nu al. En dat was echt heel gezellig. Dus echt heel fijn. Hele fijne middag. En nu tijd om te douchen. Heerlijk. En dit is de situatie van de kamer. Jongens, ik hou het wel realistisch. Op zich valt het hier nog mee. Dit is op zich zo weg. Dit ook wel, maar ik heb er de puf nu niet meer voor, joh. Ik heb dus van Nina heb ik deze kruik gekregen. Nou, echt. Hier zat ik zelf al naar te kijken, want ik hou dus van mijn kruik. Ik leef met dat ding. En deze kan je natuurlijk helemaal tegen je rug aanleggen. Overal in je nek.
echt perfect cadeau. Ze kent me ook veel te goed. En ze zei al, ze wil hem zelf graag ook. Maar ze zei, ga jij maar even uittesten. En dan kijken of het wat is. Dus, oh, hij is ook heel zacht. Echt. Ik kan niet wachten om met dat ding in bed te liggen. Ik ruim toch even heel gauw, die bakken hier op. Dat is net even iets chiller als ik morgen beneden kom. Dus dat ga ik even gauw doen. En dan als de wieden weer gaan, naar boven. Top, gefixt. Even een inbraak van mijzelf uit de toekomst. Ik zag dat ik deze vlog weer niet had afgesloten. Dus bij deze doe ik dat even. Ik heb een superleuke dag gehad. Uiteindelijk ook nog met Nine. Was heel gezellig. We hebben heerlijk pizza gegeten. En het was echt heel chill. Op het moment dat Nine er was, was het ook echt... ja, gewoon chill modus aan. We hoefden niet te koken. De jongens waren lief. Het ging allemaal eigenlijk heel goed. Dus ja, ik denk, ik sluit hem nog even af. Ik moet soms echt even nadenken van... waar ben ik gebleven met vloggen? Welke vlog film ik nu voor? Maar dit was vlog nummer 7. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja, hopelijk zie ik je morgen weer terug. Dankjewel voor het kijken. Fijne dag, avond, wat dan ook, wanneer je het kijkt. Tot morgen. Doei!